Goedendag, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend hebben we te maken met nog tamelijk zonnig weer, maar later komt er vanuit het zuidwesten al wat meer bewolking opzetten. Dat is de voorbode van een duidelijke weersverslechtering, want in de middag krijgen we te maken met stevige onweersbuien. Voordat het zover is, wordt het nog wel broeierig warm 24 tot lokaal 31 graden. Zoals gezegd gaan er stevige regen- en onweersbuien vallen, die trekken van zuidwest naar noordoosten over het land. Vooral in het midden, oosten en noordoosten van het land kan het daarbij ook hagelen en zijn zware windstoten mogelijk. Houd de weerberichten dus voorlopig nog goed in de gaten. Na de passages van de buien trekt de wind aan uit het westen tot het noordwesten en wordt aan zee mogelijk vrij krachtig. Morgen is het dan overal weer droog en schijnt de zon flink. Het wordt 20 tot 25 graden en verder waait er een overwegend matige wind uit westelijke richtingen. Dan op dinsdag dan keert de warmte eventjes weer terug. Wordt het 26 tot 31 graden met eerst zon, maar later op de dag opnieuw wat regen en onweersbuien. Woensdag en donderdag is het licht lichtwisselvallig met wolken, zon en een enkele bui. De middagtemperatuur ligt dan rond de 21 graden. Er staat wel een stevige wind. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.